Dit is dus Gallow Street achter mij. En zij mogen straks het hele Noordzee Jazz Festival 2015 openen. Nou liggen er mensen voor de deur die speciaal voor Lady Gaga komen. Ik dacht, we gaan er vast naartoe, bouwen een feestje! Wie komen jullie vandaan? Lady Gaga en Tony Bennett. Ja, en waarom? Omdat ze goed zijn en ik ben er fan van. Ja, fantastisch is. Maar je komt ook niet in Nederland zo toe? Nee, in België. Maar je komt helemaal uit België hier natuurlijk. Ja, ja, ja. Hey jongens, kunnen we wat van Lady Gaga Dus het festival gaan openen vandaag? Ja, spannend man, spannend. Ik hoop dat er mensen zijn. Ja, ik hoop dat er mensen zijn en dat de vrijdag maar goed mag beginnen. En dan straks die set, hoe gaat het worden? Nou, gewoon keihard rammen en rellen. En gewoon, ja, ik weet niet wat de mensen van ons verwachten die ons kennen. Gewoon een feestje bouwen hier op Congo Square. En zijn er nog dingen waar je dan echt zelf nog naar uitkijkt? Hè? Als dit nou het schema van vandaag is? Want ik zag op de D'Angelo en de Vanguard. Ja, natuurlijk. Heel graag zien. Chick Corea en Herbie Hancock. De Stanley Clark Band. Daar ben ik zelf ook wel een klein beetje fan van, maar dat overlapt met D'Angelo. Is dit nou zo'n dingetje dat straks bij jou aan de muur hangt? Want helemaal vooraan, Gallow Street. Hier staan jullie, hè? Openen. Ja, die gaat wel aan de muur hangen, denk ik. Ja, dat is wel een momentje. Voor mij de eerste keer op Noordzee Jazz. En voor de anderen, die zijn al wat vaker geweest. Dus ik vind het allemaal behoorlijk spannend. Straks aan tafel zitten met je jazzhelden. Samen eten. Dat er nog maar veel mogen volgen. Succes straks. Ja, dankjewel. Tot ziens.